Door je, als je dan in dat, ja, in dat hele drukke leven zit en dat je inderdaad zegt van ik vind zelfs geen tijd voor mezelf, zijn er dan ook momenten dat, en probeer je dat ook een beetje, moet ik zeggen, af te schermen van de kinderen dan en van Stijn? Of reageer je daar ook wel op naar de mensen die dichtbij je staan? Ik weet zo in de maand maart, april, we zijn dan ook op vakantie geweest en dat heeft mij ook heel veel deugd gedaan. Ik blijf wel nog altijd de aanwezige mama. Ik heb het altijd zo gewild en ik blijf het ook wel doen. Maar het is vooral Stijn die de volle lading krijgt. Ja, uiteraard. En het is vooral ook Stijn die zegt van, hou. Dit is niet oké, meisje. Doe er iets aan en kom aan. Want zo'n vrouw wil ik ook niet. Terecht. En dat heeft me ook zo wat gemotiveerd om er toch wat een beetje balans in te vinden. En Stijn is ook heel mijn grote klankbord. En soms is het voldoende dat ik mijn ideeën gewoon luidop tegen hem uitspreek. En dat ik zelfs genoot heb aan zijn mening. Maar dat ik het feit dat ik dat tegen iemand kan zeggen, dat dat voor mij al wat logischer klinkt. En dan doe ik toch mijn zin. Stijn wil altijd denken dat hij mij heel veel helpt met beslissing. Onrechtstreeks wel, maar eigenlijk doe ik het nog altijd mijn zin. Maar ik ben heel blij dat hij er is om te luisteren. En uiteindelijk, ja, nu dat je eigenlijk heel wat beslissingen hebt genomen, nu gaat het ook terug mentaal goed met jou. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik heb nog altijd nog een beetje de laatste maanden wat nog altijd iets drukker dan ik het zou graag willen. Maar de verjaardag van Theodore is ook mijn laatste werkdag in het ziekenhuis. En daarna wordt het balans een beetje geschift en ga ik iets minder in mijn job beoefenen als verpleegkundige. Maar ga ik veel meer mee toespitsen op digital content creation en zien of ik daarin kan groeien. En het is heel spannend, het is heel erg beangstigend ook ergens, maar ik heb er keiveel zin in. Ja, het is alweer een nieuw hoofdstuk voor mij en ja. Ik moet die kans grijpen, of anders zal ik voor de rest van mijn dagen eigenlijk ja, spijt hebben dat ik dat niet gedaan heb. En daar heb ik, dat is mijn grootste angst eigenlijk, ja.